Goed, hey, uh, we gaan zo einde van de week vrijdag opnemen. Oh, gelukkig. Maar ik, uh, dit, is, dit is een soort van achter scherm, maar eigenlijk is het niet achter scherm. Want dit is gewoon het scherm en jij zit erachter enzovoort. Ja. Maar uh, ik wil je even vragen naar een, een actie die op het moment loopt. Voor oh. iets wat, uh, wat morgenochtend gaat gebeuren, namelijk de beta van Elvis Goals Online. Morgen ja. vanaf 6 uur kan iedereen weer los. En wil het nou zijn dat niet iedereen mee kan doen en dat jij daar een oplossing voor hebt? Nou, we geven 150 beta-keys weg van de Elders Cost Online van de PC-versie om precies te zijn. Mm -hmm. um, wat moeten we doen? Ja, wat je moet doen heel weinig. Je hoeft uh, naar, naar facebook.com/slash GameKings, like Facebook, stuur een privébericht en zeg van doe maar alsjeblieft zo'n beta-key. En dan uh, doen we in een persoonlijk berichtje: krijg je dan een reply met daarin je code. En uh, zo geven we de 150 weg. Tof. Uh, zeg je nou van. ah, pff, leuk, is ik zie het liever. Nou, dat kan. Morgen 4 tot 6 gaan we streamen. Ja. Ik heb onze grote vriend Steven, Steven ja. uitgenodigd. Die, zeker. Uh, die komt met zijn geleverd character even laten zien hoe vet die game gaat worden. Kom jij er ook bij zitten? Ik, uh, ik kom er zeker even bij zitten. Gezellig, ja, want ja. dat lijkt me ook wel een beetje jouw uh, pakje aan. Ik zit zelf meer te wachten op de consoleversie. Ja. Want uh, ja, ik ben toch wat meer in console gamen. Ja. Uh, maar ik ga er zeker even bij zitten. Want ik heb hem zelf ook heel veel gespeeld. Misschien kan ja. Steven een beetje helpen waar hij heen moet en alles. Inderdaad. Het, 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 wat ik wel weer vind, is dat die, uh, het is wel weer een gigantische PC-release is. Ja. En er zijn er nogal wat te laat staan. Ja, nou ja, kijk, PC is gewoon een groot platform op het moment. En, maar wat ik het dus heel erg tof vind, inderdaad, dat, ja. uh, dat ik nou dus gewoon heel erg merk dat PC en console weer gewoon echt een beetje samen aan het komen zijn. Dat het gewoon ja. super simpel is om te poorten naar, naar de console en andersom. En daardoor uh, zie je gewoon heel veel grote titels die heel, heel vroeger alleen op de console uitkwamen, nu ook gewoon lekker op de PC en andersom. Ja. Dus, uh, dus zodoende. Maar. Uh, dit, dit wordt voor mij wel een van de grootste titels van het jaar. Nou, dat is goed om te horen. Ja. Dat was hem. Dit was, was de GameKings uh, extra. Ja? Ik wou even dit, dat jij dit vertelde. Oh, oké. Okay. We gaan nu einde van de week vrijdag opnemen. Oh, geweldig. Daar zijn, zijn er nog dingen die je, die, die, die je echt heel, heel erg kwijt wil? Het, uh, ja, ik opnemen. wil een aantal dingen kwijt. Ik wil kwijt dat ik, we zojuist de eerste beelden gezien hebben van een game die heet The Hong Kong Massacre. Hongkong Massacre. De Hongkong Massacre. Het is een beetje hotline Hongkong als je het zo ziet. Het is uh, niet die 8-bit shit van uh, Hotline Miami, maar het is wel diezelfde top-down. Denigrerend klinkt ja, shit. Ja, nee, ik, ik vind het fantastisch hoor. Ik bedoel, ik begrijp het niet verkeerd. was Het Misschien wel een van de games van de afgelopen jaren voor mij. Maar um, ja, de Hongkong Massacre, man. Jezus, in de, in de uh, John Woo-achtige uh, sfeer ja. uh, verkeren we dan. En wat ik zo tof vind, we hebben wat beelden gezien. Er was een guy die heeft een developersblog gestart. Die is begonnen met het ontwikkelen van die game. En loopt zo'n mannetje top-down en die, die met zijn shotgun in schiet. En serieus, een zee van bloed echt. En dat, uh, ja, dat zag er echt heel goed uit. Het zal wel weer alleen op de pc zijn. Of hebben we dat nog niet heel goed ontdekt? Ja, ik denk wel dat hij alleen voor de pc Maar je weet het niet. Ik, ik kan me voorstellen dat hij ook naar de ja, consoles komt. Ik wil dit soort games Moet. toch vaak met een controller spelen. Misschien ook wel een Steambox game. Waarom niet? We gaan het in de gaten houden. Ja, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. We nee. gaan het zien. Ja, je, had, je had nog duizend dingen, zei je? Uh, ja, duizend dingen. Natuurlijk. Heb, we, heb je het, het gehad over... We gaan niet de, de, de live natuurlijk af. Nee. Heb je het ja. gehad over Steven Eelop Die de, 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 uh, nieuwe directeur van Microsoft Entertainment and Devices is geworden. Nee, daar hebben we het wel even gisteren voor over gehad, geloof ik, op uh, Game Extra met Vasco. Met die was er even ah, over bevonden. Ah, okay, oké. Okay. Maar die... Uh, is dat shocking? Ja, want hij... Is Nokia, hij is een Nokia, toch? Ja, hij is een crisis manager. En, maar het is toch crisis? Uh, nou, hij werkte voor Microsoft, is toen uh, naar Nokia gegaan... Mm -hmm. om eigenlijk Nokia binnen te halen bij uh, Microsoft... op het moment dat Nokia echt helemaal in zak en as zat... één grote pleurensooi was. En uh, ja, hij heeft dat crisis gemanaged, heel veel mensen ontslagen... en uh, nou goed, het project weer op de rails gekregen. Ik had mij zo ver gekregen dat ik een uh, Windows Phone heb. Inderdaad, dat heeft Steven Eelop gedaan. En nu uh, blijkbaar heeft Microsoft zoiets van... nou, het gaat zo uh, dramatisch met, uh, met de Xbox... Ja. Dat, um, dat we zo iemand nodig hebben om het te fixen... Moet ik wel zeggen dat ik snap het sentiment wel dat het slecht gaat met Xbox, maar in feite, als je kijkt naar wat ze in absolute aantallen verkopen, is het de beste launch van Microsoft ooit. Ja, maar als je ziet wat de concurrent doet, dat, dat hun de, daar zeker de helft van willen hebben. Ja, nou dat denk ik ook. Ze Want... zijn een van hun, hun tweede belangrijkste markt, dat is de UK. Die, die strijd hebben ze echt verloren. Uh, Amerika is ook verloren. Dat is heel raar. Ja. Want het is, het is, het Amerika was een Xbox-land. Ja. En de PlayStation is er gewoon zo a, asociaal aan het huishouden. Ja. Uh, in tegenstelling tot Microsoft. Dat ik echt heb van die, de. Ik vind het een shocking hoor. Ik had het niet verwacht. Ik had zeker in Amerika verwacht. Dit gaat 50-50 zijn. Ja. Uh, ik denk dat die prijs daar gewoon wat minder uitmaakt dan, dan in Europa. Maar het ja, was nou, toch niet het geval. Niet. Nee. Blijkbaar. Nou goed. Oh, uh, zijn er nog niet, hè? De nee. toffe Games moeten allemaal nog komen. En hetzelfde geld uh, hebben ze straks echt zo'n knallen. Dat, uh, ja. dat er in één keer 2 miljoen extra Xbox uh, over de toonmax zien gaan. Het dus. kan zomaar gebeuren. Ja, heb je al cool. thuis staan? Ja, Xbox? Ja, One? ja, dat meen je niet? Ja, Wanneer heb je hem gehaald? Nou, hij staat letterlijk naast ons hier. Nu, oh die, ik ja, moet zeggen, maar dat, dat is niet een echte van jouzelf. Jawel, nee, 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 niet hier. Nee, uh, ik, ik heb hem, hij is binnen, laat ik het zo zeggen. Hij Is binnen toevallig binnengekomen. Ja. Toevallig, toevallig, heb je er een game bij ja. Je gaat dead riding spelen. En uh, hoe heet het? Uh, Battlefield. Want ik wil Battlefield. Uh, ik wil weten hoe die raad zit. Waarom moet je hem daarop spelen? Ik snap het niet zo goed. N nou, eigenlijk komt meer gewoon omdat ik wat vrienden heb die toch nog op de Xbox One spelen. Ja? Ja. Ik wil weten wie dat zijn. Dat ga ik straks vragen. Ja. Goed, dus zover deze Gamecube Extra.